Als ik eerlijk ben, had ik het niet verwacht. Ik had wel gehoopt, gedroomd, maar niet verwacht. Ik had niet verwacht dat de eerste aflevering zo ontzettend goed ontvangen zou worden. Dat meer dan 17.000 mensen een stem hebben achtergelaten op een optie voor de upgrade van het team. Mensen, de tweede aflevering van Fatal is hier. De serie waarin ik eerst een team moet bouwen om het daarna tegen andere internationale YouTubers op te nemen in dit toernooi. We hebben in de vorige aflevering al besproken welke andere YouTubers er meedoen. Dat zie je nu nog eventjes in beeld. Eventjes voor de duidelijkheid. Een aantal grote namen ertussen. Helemaal niet misselijk. En wij moeten het doen met dit matige teampje. Of ja, matig teampje. We hebben een aantal goats erin. We hebben Limbombe erin. Belgische Beast. René Adelaide. Kilianus die de afgelopen aflevering voor honderden duizenden muntjes heeft gezorgd door, wat was dat, 2 keer, 4 keer te scoren. Nou, ik weet het allemaal niet meer. We hadden in ieder geval 2 opties waar we uit konden kiezen voor deze aflevering van Fatal. Waar jij natuurlijk ook een blauw duimpje voor achter kan laten. En natuurlijk ook voor kan abonneren. Ja, de quarantaine is still going strong. But the videos are coming for you guys. I hope you guys enjoy it. Iemand zei dat ik meer Engels moet praten omdat er Engelse mensen kijken. Is dat nou weer van onzin? Dus heb je toch niks aan? Oké, hier en daar. Wie wil throw a little word of English in? Nee. Daar houden we nu mee op. Ik heb 2 opties achtergelaten. Optie 1 was Ben Yedder, Wants to Watch of Inform. En Shapeshifter Atal. Die goede kaarten. En de andere optie was normale Neymar en Future Stars Ikoné. Een aantal snuggere mensen hadden inderdaad achtergelaten in de comments. Raoul, als jij nou Player of the Month Neymar doet, telt hij maar voor 150k. Dus dat is goedkoper dan de Neymar die je nu hebt. En hij is beter. Klopt. Alleen ga ik niet zoveel geld in een SPC stoppen voor een serie. Nee, dat weiger ik. Dat stop ik. Er komen ongetwijfeld andere SPC's aan. Het is de 2e aflevering. We hebben nog eventjes dit binnenkort weer weekend met nieuwe promo. Nieuwe SPC misschien wel. Wayne Rooney, die wij als SPC hebben gedaan. Noem het allemaal op. Maar wij gaan in ieder geval de optie toevoegen die... Waar staat hij? Daar is hij. Ik ging er al voorbij. We gaan een optie toevoegen die jullie het meest hebben gekozen. Het was 11.000 likes tegenover 6.000 likes. En er zijn ook natuurlijk mensen die voor optie 2 hebben gekozen en optie 1 naar beneden hebben gestemd. Of mensen die voor optie 1 hebben gekozen en optie 2 naar beneden hebben gestemd. Maar in ieder geval, Neymar die... Limbombe, nee! Limbombe! Anthony! Goat van de serie in de eerste aflevering. En nee, Ren Adelaide! Oh my god, Ren Adelaide! Weten jullie wel niet wat jullie hebben gedaan? Jullie hebben de 2 beste spelers uit het... Gadverdamme, ik walg van die 11.000 mensen die voor die optie hebben gekozen. Ik ga vandaag weer 2 tegenstanders uitzoeken. Dat doe ik door een filmpje te plaatsen op Instagram. @RaoulJoshua, volg me voor de volgende aflevering. Die zal ik waarschijnlijk rond en nabij maandag opnemen, maandag of zondag. Je kan je meldingen aanzetten. Ik zou het persoonlijk niet doen, want elke keer als ik dan een story maak, dan ga jij er snel naartoe en dan, dat is dom. Nee. Maar goed, de eerste die reageert met een team, een foto van zijn team, die ga ik tegenspelen in deze aflevering. Mensen moeten in deze aflevering 8 zilveren kaarten hebben en mogen 3 andere kaarten hebben, naar keuze, icons, team of the years, normale kaarten. Zilveren kaart, ja. Nee, dat niet. Alles behalve 3 zilveren. Hey, nog eventjes de regels erbij. Elk doelpunt dat wij scoren met een normale speler 40k. Een doelpunt met Mbappé is 70k. Ga je van het doelpunt tegen en dan gaat er 40k af. Scoort Mbappé een hattrick, dan krijgen we 100k erbij. De vorige tegenstanders waren goed. De eentje haalde bijna altijd elite. De andere die was iets minder goed, maar speelde wel degelijk. En ik denk dus dat wij het wel in handen hebben. Ik denk dat wij het redelijk in handen hebben. Het spelen met zilveren spelers. En ik ben benieuwd tegen wat voor teams ik nu kom. Nogmaals, ik vraag het nog een keertje. Ik kan het waarderen. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Hier op FC Roelie. Heel veel mensen die zijn geabonneerd. Terwijl het bijna onmogelijk lijkt. Omdat we al zoveel abonnees hebben voor een FIFA kanaal. Let's go. Ik ga tegenstanders zoeken. Het eerste potje van vandaag spelen wij tegen Niels. Ik klap eventjes zodat je zijn team kan zien. Dat heb je natuurlijk niet op FIFA. Dus dat moet ik daar achteraf in editen. Ik ga er nog wel eventjes naar kijken zo, maar jullie zien het nu al. Als het goed is, gaan we zo achterkomen. Ik tenminste, jullie nu. Heeft hij 8 zilveren spelers in zijn team en dan 3 gouden spelers, SPC's, icons, noem het allemaal op. Niels, let's go. Zo, heel zacht het commentaar van Evert
en van... Nee, van even zo. Van Siert en van Jeroen Gruter ingesteld. Kylian Mbappé, kan jij doelpunten met ons scoren? Ikoné, kan jij in je doelpunten of in je debuut een assistje geven? Zo. Eventjes de weg kwijt. Hij heeft daar Ehuizibi Bewe. Dat is volgens mij een rechtsachter van PEC Zwolle. Hij heeft daar Kai Havertz als gouden speler. Volgens mij heeft hij Werner ook als gouden speler. En Van der Sar op doel. En dan voor de rest een Engels team aan de linkerkant. En een Nederlands team aan de rechterkant. Nee, Bundesliga staat hier ook aan de rechterkant. Is dat niet Kingsley? Die van Keulen? Havertz. Oh nee, niet opgelet. Oh, hij had het eerste doelpunt moeten zijn voor mijn tegenstander. Ik ben veel te hard aan het nadenken over die rechtsachter. Dat ik vergeet te verdedigen. En daar gingen we bijna. Zo, hij staat goed te verdedigen. King Kai. Ja, goed van de bal gezet. Oké, Otero, jij staat nu aan deze kant. Slechte bal ook weer. Ja, en dan kapt hij niet. Hij legt hem af. Probeer hem bij weg te werken. De jongen, die zilveren spelers, ze werken niet mee vandaag. Ze hebben er geen zin in. Op Neymar. Op Mbappé. De Kylian, wat? Ik dacht al, ik telde hem al. Ik had hem aan kunnen nemen ook nog. Ferdi. Ja. Akka. Een flikkie. En een doelpuntje. Oh, oh, oh. Kylian is Mbappé. Eerste doelpunt. 70.000 punten. Niet geheel tegen de verhoudingen in. Ook niet met de verhoudingen mee. Eigenlijk ging het best wel gelijk op. Hij had een grote kans, ik had een grote kans. Maar die Akka was lekker. Die versnelling. Ja, tuurlijk ga je dan langs die zilveren verdedigers. Dat zal nog wel eventjes blijven gebeuren nu de komende tijd. En deze was ook natuurlijk heel chill. Neuer kan nog iets bewogen worden, maar niet genoeg gecorrigeerd. Lekker, Kylian. Er waren ook mensen die vroegen of ik een counter in beeld kan zetten van hoeveel munten we hebben in totaal. Nou, voeg ik wel elke keer toe bij elk doelpunt hoeveel we erbij krijgen, maar een counter doe ik niet. En waarom niet? Oh, zo, het lekt een beetje. Dat doe ik niet omdat er ook heel veel luie mensen zijn die die wedstrijd allemaal niet boeit. En dat kan, dat is je goed terecht, als jij dat niet wil zien. Maar dan maak ik het heel makkelijk voor hun om die wedstrijd of die video niet te kijken, aangezien ze dan gewoon doorheen kunnen skippen. En kunnen kijken wat de stand is en niks van die doelpunten of alles hoeven mee te maken. En dat moet je natuurlijk, die mensen, die tovenaars, die cheaters, moet je natuurlijk zo moeilijk mogelijk maken. En dezelfde mensen die geen voetbalwedstrijd kijken, maar gewoon livescore aanzetten en dan alleen de stand meekrijgen. Dit is helemaal niet leuk, hè? Dit is ook niet leuk voor die spelers. Neymar er langs. Neymar op Mbappé. En die scoort. Yes! Let's go! Tweede doelpunt. Kylian is Mbappé. Neymar is wel echt een hele lekkere toevoeging, dit doelpunt. Ja, dit is volledig aan Neymar te danken. Mbappé hoeft hem alleen maar open te draaien en af te maken. Tweede doelpunt, 140.000 munten in totaal. Nog één doelpuntje en hebben we ook die hat-trick bonus. Oh, oh, oh. Kylian. Terug die bal. Kylian wordt neergehaald. Maar we kunnen hem afleggen, maar ik heb liever gewoon een doelpuntje. Die vrije trappen op FIFA 20 zijn niet goed voor mensen met Parkinson, kan ik je vertellen. Neymar, oh, niet genoeg in de hoek geplaatst. Goed, onderschept. Reverse Elastico en schieten. En bam! Hattrick Hero Kylian Mbappé. Jongens, wij gaan dit hele veteltoernooi winnen. Want ik speel echt niet tegen hele slechte tegenstanders volgens mij. Maar ze kunnen hem gewoon niet afstoppen. We krijgen die bal. Goede scharen van Neymar. Paste die bal op Mbappé. Heel flicky. En Elastico naar buiten. En stapt verdediger verkeerd. Ik weet niet of nooit. Ah, boeien! Hattrick bonus. 3 doelpunten, 70.000 per doelpunt, 210.000. Hattrick bonus van 100.000. 310.000 boys, let's go. Ik probeer deze video op vrijdag online te komen. Dan ga ik zondag de nieuwe opnemen. Oh, ik zit niet op te letten. En hij ik zit naar de datum te kijken. Dat is ook niet handig, hoor, als je een video aan het opnemen bent waarbij elk doelpunt geld kost. Ja, doelpunt. Ja. Kijk, je kan hem ruimte geven. Je kan hem ruimte geven. Dat is prima. Maar dan word je afgestraft. Buitenom. Dragback. 5-0. Ja, je hebt misschien een van de beste spitsen uit de game. En je speelt tegen zilveren verdedigers. Oh jee. Oh jee. Oh, oeh. Weer een grote kans voor mijn tegenstander. Maar ja, met een zilveren speler moet je niet schieten. Daarom scoor ik ook alles met Mbappé. Oh, heerlijk balletje. En dan in de verre hoek 6-0. Niet te verdedigen. Nog één keer. Kunnen we nog één keer? Moet die bal er nu overheen gegeven? Nee.
Scheidsrechter fluit af. Wat een ongelooflijk lekker potje voor ons. 10 schoten in totaal, 6 doelpunten. En zoals je hier ziet, het is niet eens dat mijn tegenstander een kans heeft. Mbappé die is zo ontzettend goed. 6 doelpunten voor 70k per stuk. 520k. Zo, ik zei het bijna verkeerd. 520k. De tweede tegenstander van vandaag is Brent. Ik knip nu even zijn team in beeld. Dat kan ik achteraf alleen maar checken. Als het goed is, 8 zilveren spelers, 3 gouden spelers. We hebben net in de vorige wedstrijd 6 doelpunten gescoord met Mbappé. Dus 520k in totaal. Als we dat nu weer zouden kunnen doen, dan kunnen we echt het team bizar goed upgraden. Ik heb zin in icons vandaag. Ik heb zin in icons. Maar we lopen te ver vooruit. Eerst dit potje tegen Brent. Tetti, die speelt bij Norwich, is dat volgens mij. Van Dijk staat er achterin. Sepp van den Berg. Mbappé met een trucie. En oh, Neuer redt hem. En dan rebound. Otero, de Colombiaanse rechtsmidden, die scoort. Assist van, nou niet echt 100% een assist, maar oké. Neymar heeft hij er ook in staan. Neymar, De Bruyne, Van Dijk. Een goed gebalanceerd trio. Verdediger, een aanvaller en een middenvelder. Maar dat betekent dus dat je een zilveren verdediging hebt voor de rest. En een zilveren keeper die er niks van kan. En vanaf de aftrap scoren wij de 2-0 met Kylian Mbappé. Weet je wat het ding is met mensen die met een zilveren team spelen? En wat wij wel goed doen, probeer ik niet arrogant te klinken of zo, is je moet je zilveren spelers niet vermijden, maar je moet ook weten waar hun kwaliteiten liggen. Als in, ik geef alleen maar makkelijke balletjes met mijn zilveren spelers. Ik paas van mijn CVM's naar mijn rechtsachter, terug naar mijn CVM's, komt mijn aanvallend middenvelder vrij, komt Mbappé vrij, terug naar aanvallend middenvelder, wacht ik, de langs, en Otero, ah! En dan geeft de penalty, omdat... Nee, die missen we. Die missen we. Dat vind ik een onterechte penalty. Die missen we. Nee. Dit is toch bizar. Dit is kunst. 3-0. Mijn tegenstander heeft volgens mij nog geen kans gehad. Een paar keer een balletje dat hij kon afleggen, maar dat mag niet echt een naam hebben, vind ik. Precies. En wij wel. Ja. Die hat-trick gaat er komen. Die moet er komen. Anders zijn dat heel veel verloren munten. Nu moeten we doorpakken. Kone weer terug. Mbappé moet aansluiten. Dan krijgt hij die bal en dan rent hij er gewoon doorheen. Dankjewel. Ja, sorry. Ja, kan er ook niks aan doen. Kone, als jij dan eventjes doorheen peest. Als jij die ruimte trekt. Proberen wij met Mbappé die bal op Neymar te pasen. Verre hoek. Yes! 5-0. Hoppakee. Oh jee. Die verdedigers van mij, die halen ook gewoon Neymar en alles in. Het is toch niet meer normaal. Skuskus. En dan het volgende doelpunt. Ja, dankjewel. 6-0. Penalty. Oké, dit was wel een terechte penalty. Hij heeft maar 85 vrije trappen. Nou, we gaan het toch proberen. We mikken gewoon in de hoek. Ik moet hem wel stilhouden met mijn Parkinson handen. De keeper kan namelijk niet een penalty tegenhouden als hij perfect in de hoek zit. Een weinig power heeft maar heel eventjes in te tikken. Dan keeper kan hem dan niet hebben als hij gewoon stilstaat. Nog niet affluiten. Hij fluit af. We winnen 7-0. Mbappé krijgt weer een bal mee naar huis. Hij heeft tot nu toe elke wedstrijd een hat-trick gescoord. 4 doelpunten voor Mbappé. 3 doelpunten van andere spelers. 3 doelpunten van andere spelers, 120k. 4 doelpunten van Mbappé zijn 70k per stuk. Dus dat is 280k. En 120k is 400k en een hat-trick. 500k. 500.000 munten die wij krijgen. We hebben in totaal in de eerste wedstrijd 6 keer gescoord. Waarvan 6 doelpunten met Mbappé. Dat zijn 420.000 munten plus 100.000 munten voor een hat-trick die wedstrijd heeft gescoord. 520k. En in de tweede wedstrijd 4 keer met Mbappé. 280.000 munten. En 100k voor de hat-trick. En 3 keer met een andere speler. 120k. In totaal was dat 500.000 en dan krijgen we 520.000 plus 500.000. 1.020.000 munten. En daar heb ik de volgende opties mee verzonnen. Gabbertjes, ik heb 2 opties voor jullie bedacht. 1 optie is met normale spelers. De andere optie is met icons. De eerste optie is Shapeshifter Mandy. Het is gewoon Mandy. Gewoon niet Mandy. Mandy. Verland Mandy als CVM. Kan ook nog op andere plekken uit de voeten. Kunnen we misschien in de toekomst wel switchen? Sanetti rechtsachter? Kan. Kan hem wisselen met Mandy in-game. Altijd handig.
Op centerback Varane, 87 in vorm Varane, hele goede verdediger. Bij elkaar 1 miljoen munten, dus dan besparen we nog een beetje. We hebben nog 20.000 over, niet dat daar iets mee kan, maar oké. De volgende optie, 2 icons, makkelijk voor in de toekomst. Kunnen gemakkelijk weer gaan linken met andere spelers. Willen een andere rechtsachter, linksachter, rechteraanval in het midden van, noem maar op. Die kunnen we dan beter linken. De eerste is Sebastian Veron. 450k, hele goede allround middenvelder. Ik wil hem graag gebruiken dit jaar. Sterker link met Messi. Misschien kunnen we die wel in de toekomst vrij spelen. Wie weet. En de andere speler van die optie is Marcel Desailly, Baby Desailly. Een uitstekende verdediger. Past ook nog goed in het team. Tuurlijk, het is een icon. Maar hij heeft ook een aantal sterke linken. Wat in de toekomst misschien ook weer wat makkelijker is met linken. En icons sowieso, wat ik zeg. Ja, misschien zijn ze wat overpriced dan Varane en Mendy. Al zijn die ook natuurlijk heel duur. Maar met het oog op de toekomst mogen jullie de afweging gaan maken. Ik zeg verder niks. Optie 1 of optie 2. Laat het weten. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Je kan me volgen op Instagram voor de volgende wedstrijd. En ik check jullie allemaal later. Joejoe!